Dames en heren, al 3 dagen ben ik uw kerstverse gedeputeerde op de portefeuille mobiliteit. Graag had ik vanmiddag bij u aanwezig geweest om met u de 2-daagse sessie over verkeersveiligheid af te sluiten en af te concluderen. Dat lukt helaas niet in de agenda. Daarom langs deze weg. In de verkeersveiligheid hebben we met 2 dingen te maken. De financiële context is veranderd, de budgetten zijn kleiner, we zijn armer en de techniek schrijdt voort. De technische context verandert steeds. Nou is het niet onoverkomelijk dat we minder geld hebben. Armoede bindt mensen, dwingt tot samenwerken en maakt creatief. En juist bij die creativiteit bent u uitgedaagd, onder andere door Bart Pastoor, om de grenzen eens te verleggen. Om eens op een andere manier tegen verkeersveiligheid aan te kijken. Om eens andere wegen te vinden, letterlijk, figuurlijk, om met verkeersveiligheid bezig te zijn. Daarvoor moet je misschien de veilige omgeving die we kennen als borden, regels, wetten, om die misschien eens een keer te verlaten en eens op een ander pad in te slaan om die verkeersveiligheid te benaderen. Ik hoop dat u voldoende inspiratie hebt opgedaan met elkaar deze dagen om die wegen te verkennen, om die wegen te onderzoeken en om af en toe eens een keer het risico te nemen om op een andere manier verkeersveiligheid te benaderen. Het zal uiteindelijk de bestuurders zijn die nieuwe verkeersveiligheid de bruggen moeten slaan naar alle samenwerkende partners. De mensen op straat, begrijpen zij het, de kiezers, de gemeenteraadsleden, de statenleden. Ik hoop dat u daarbij kunt ondersteunen en dat we samen die nieuwe weg naar verkeersveiligheid vinden, zodat het uiteindelijk van 0 verkeersslachtoffers we echt in Brabant ook een punt maken. Dank je wel.